Vorige week was ik in Australië en ik heb daar al een caged Muay Thai gevecht gevochten. Kooivechten is dat, hè? Kooivechten, alleen op Thai-box regels in de kooi met MMA-handschoentjes. Dus het is eigenlijk een hele nieuwe tak van sport, met nieuwe tak van sport. Je hebt gewoon de Thai-boxen en je hebt het MMA, het kooivechten. En dit is voor mij echt de ideale oplossing. Het is eigenlijk puur het staande gevecht. Dus boksen, trappen, clinchen, vastpakken. Dat is wat je mag doen. Je mag niet bijten, krabben, haren trekken, dat soort dingen. Maar dat mag met MMA ook niet. Dat mag eigenlijk in geen enkele sport. Dit is gewoon eigenlijk het thai-boksen. Dus het staande gevecht. Alleen dan in de kooi. En met kleine handschoentjes in plaats van met bokshandschoenen. De kooi is een stuk veiliger dan de ring. Ik heb ooit eens iemand uit de ring zien vallen. Die viel met zijn rug op de bekertafel, op de jurytafel. En die had een hele schram in zijn rug staan. Je kan wel zeggen dat het gewoon echt een open wond was geworden. Door een beker waar die op was gevallen. Omdat de touwen, daar kan je uitvallen. En een kooi is gewoon afgesloten, waar je niet uit kan vallen. En een stuk veiliger. Het was wel echt een pittige tegenstander. En ze was ook groter dan mij. En ik ben al 1,80 meter. Dus het was een aardige lange griet, zeg maar. Het was gewoon echt een lekkere partij. Ja, ik heb ervoor moeten vechten. En dat heb ik liever dan dat ik iemand knock-out sla in de eerste ronde, zeg maar. Ik zeg altijd, iedereen is te verslaan. Maar tot nog toe gaat het goed, inderdaad. Ik heb 44 wedstrijden. 41 gewonnen en 3 onbeslist gespeeld. Dus tot nog toe gaat het goed. Ik ben begonnen met kickboksen. Eigenlijk zaten een paar jongetjes uit mijn klas op kickboksen. En het leek me gewoon... die vroeg eigenlijk of ik een keertje meekwam om te kijken. Maar het leek me wel leuk om een keertje mee te doen. Dus ik ben eigenlijk meteen mee gaan doen. En ik had zoiets van, dit is echt iets voor mij. En dit is wat ik wil. En ik had daarvoor een heleboel sporten gedaan. Een heleboel andere sporten. Van majoretten tot basketbal, tennis, voetbal, noem maar op. En dat was het eigenlijk allemaal net niet. En toen kwam ik het kickboksen en dat was het helemaal. Maar het is gewoon enorm leuk. Het is echt een enorm leuke sport waardoor je ook weer mensen leert kennen. Je leert met elkaar omgaan. Je leert jezelf verdedigen. Ik wil gewoon ook een beetje een voorbeeld zijn voor die kinderen. En dat je gewoon ook niet naast je schoenen gaat lopen. Gewoon lekker normaal blijft doen. Niet vechten op straat, want vechten kan je hier doen in de ring, in de dojo. En dan hoef je buiten niet meer op straat te vechten. Weet je, maar mocht het gebeuren dat iemand jou aanvalt of wat dan ook, weet je in ieder geval van jezelf dat je je kan verdedigen. En dat is vaak genoeg, omdat je dan zoiets hebt van, weet je komt maar. Maar beter doe je het niet, beter loop jij gewoon weg. En dan komt het allemaal wel goed. Kijk, weet u wat het is? Dit is maar voor eventjes. En dit ding... Dit ding, deze mooie belt, die is gewoon voor altijd. Die is gewoon voor mij.